Hallo en welkom bij Kinderboeken en welkom bij een heel bijzondere dag en bij een heel bijzonder boek. Hoe word ik astronaut? Volgende week is het Kinderboekenweek en ja, dan hebben we een ontzettend leuk boek wat hier mogen bespreken. Hoe word ik astronaut? En ja, wat het leuke was, van de uitgever mocht ik een van de schrijvers, interviewen, André Kuipers. Hallo en welkom in onze leuke groep. Leuk. Ja, het is echt heel erg leuk. Laten we meteen van start gaan. Hoe word ik astronaut? Ik zal even vertellen wat we gaan doen. Ik ga een vraag stellen. Tijmen gaat een vraag stellen, want in onze groep is hij, hebben we een rubriek Tijmen Approved. Prima. Voor de nerdboeken onder ons zegt, dat hoort hij even niet. Oké. Hij houdt op met filmen. En weetjesboeken die heel veel kinderen heel leuk vinden, die we soms helemaal niet zo van lezen houden. Maar wel van dit soort boeken met heel veel informatie. Omdat de hersens soms heel goed werken, maar niet altijd zin hebben in een fictieverhaal. Nee. Nou, dus dit een heel mooi voorbeeld van, past perfect in onze groep. Maar, toen zei ik, leden van de groep willen jullie ook een leuke vraag stellen. Ja. En toen kwamen er zoveel leuke vragen, dat de uitgever zei, dat zijn wel heel veel leuke vragen. En dus mogen we niet één, niet twee, maar wel drie boeken weggeven. Dus je krijgt ook nog drie, en dan heb ik ook een beetje gesmokkeld, nog vier vragen extra. Dus één van mij. Eén van de zoon lief, maar die doet sterker, dus dat wordt een hele zware vraag. Ik weet niet of je die wel kunt. Ik ga het proberen, want Govert is er niet bij. Die weet alles van sterker. Ja. Maar ik ga het proberen, want ik vind het namelijk ook heel leuk, dus ik weet er wel wat van. Ja, ik heb ook al wat mensen, het is hier trouwens prachtig, we zijn op de E-stek. Zeg ik het goed? E-stek. E-stek, ja. En het is hier heel mooi. Hoe word ik astronaut? Hoe is dit boek? Wat perfect bij de Kinderboekenweek past, ontstaan. Ja, nou dat kwam door Govert Schilling. Ja. En die weet alles van sterrenkunde, geeft ook heel veel praatjes, lezingen, in het theater staat hij. En ik ken hem al heel lang, want ik ging vroeger ook naar zijn praatjes toe. Als hij in het planetarium bij Artis in Amsterdam bijvoorbeeld sprak. Hij benaderde me, hij belde op van ja, het wordt Kinderboekenweek en het gaat over beroepen. En nou, een van de beroepen die het meest geliefd is, is gewerkt, astronaut. Ja. Dus ik dacht, ja, dat is wel een heel leuk idee om het samen te doen. Dus het gaat er natuurlijk over de astronaut, maar ook waar gaan we dan heen? Hè? Hoe zit dat met de maan en de planeten? Wat is dat nou eigenlijk? Dus het, een hele mooie combinatie van, zeg maar, sterrenkunde, waar Govert heel veel van weet. En de ruimtevaart, waar ik weer heel veel van weet. En ja, dat is natuurlijk op deze manier zo gelopen. En hij is me gaan interviewen. Hij heeft allemaal dingen gevraagd, waar ook de kinderen natuurlijk mee komen. En dat prachtig opgeschreven. En dan moest natuurlijk ook, ik had het, astronautenruimte, dat is natuurlijk ook iets om mooi te laten zien. Nou, en dat heeft Danielle Futselaar gedaan. Die heeft prachtig tekening gemaakt, met foto's die ik gemaakt had. Ja, het is prachtig om, een mooie combinatie. Echte foto's en die schitterende tekeningen. Dus dat was ontzettend leuk om te maken. Maar wat jij misschien. Ik had het absoluut zelf gaan lezen als ik het niet zelf geschreven had. En wat je misschien niet weet, Danielle Futselaar, die ken ik al heel lang, komt ook uit Arnhem. En toen ik de groep Kinderboeken begon, toen had ik een mooie tekening van haar gezien met een lovebus. Dus als je onze groep bezoekt, dan is van haar is onze banner. Ja. Ja. Dus toen zij dit ging doen, vond ik het wel. Ja, ik was gewoon gelukkig voor haar, zeg maar. Want ze vond dit een ontzettend mooi project. Ja, hij is goed. Ja, ze is echt heel goed, hè? Ja, ook de tekeningen van de astronauten, van mijn Nederlandse collega's. Ja, maar zo mooi gedaan. Ja. Ook van jouw gezicht, het is zo mooi. Ja, dit is echt een boek wat aan alle kanten, qua foto's, qua informatie, het is echt een heel mooi. Maar zo is het dus tot stand gekomen. Maar de volgende vraag, Tijmen, is het Tijmen Approved? Ik vond het een leuk boek, ja. Ja, jij vond het een heel leuk boek. Maar jij had ook een vraag. Hij is derdejaars sterrenkunde, sorry zoon. Doe je tekort. Dan hebben ze met alle nerds van de opleiding zijn ze samen gegaan om een vraag te stellen. Je wilt het niet weten. Er is nog nooit aan je gevraagd. Tijmen, wat is je vraag? Oké, ik ben benieuwd. Nou, zo zwaar zal die ook wel niet zijn. Maar natuurlijk is het daar niet
in de ISS is niet 100% efficiënt met het hergebruik van dingen. Dus er moet zo af en toe, lijkt me wel, iets omhoog geschoten worden om gewoon... Maar dan vroeg ik me af, hoeveel krijgen jullie dan eigenlijk? En hoeveel is, zeg maar, essentieel en hoeveel is gewoon persoonlijk? Bijvoorbeeld, gaan er ook brieven heen en weer? Ja, oh, dat is een leuke vraag. Geen sterrenkunde vraag. Ja, nee. Maar heel veel ruimtevaartvraag. Het kost heel veel geld, hè, om, ja, iets, om iets te lanceren. Als je dat gaat terugrekenen, iets van, wat is het, 10.000 euro voor een kilo. Dus een liter water bijvoorbeeld, dat weegt een kilo, dat zou 10.000 euro kosten. Dus je wilt dingen terugwinnen, dus heel veel recycling doen we. Dus al het vocht in de lucht en je adem, het vocht van het zweten, natte handdoeken, al het vocht in de lucht, dat condenseren we. Het ziet er als een koud raam, zie je allemaal druppeltjes. Nou, dat doen we ook. Dus we maken hebben koelplaten, dan komen die, dat vocht wordt weer druppeltjes en dan maken we weer drinkwater van. Maar we doen zelfs iets heel bijzonders. En dat is dat we onze plas weer schoonmaken. Het grootste deel van je plas is gewoon water en er zit afvalstoffen in. Maar als je de afvalstoffen eruit haalt, heb je weer water. Dus we maken de urine, de plas maken we weer schoon en we gebruiken nog meer. Want de plas is onze zuurstofbron, of de water eigenlijk. Hè. Water bestaat uit waterstof en uit zuurstof en dat kunnen we uit elkaar halen. Dus zo maken we de zuurstof die we inademen, die maken we uit water. Doen we nog veel meer, dat waterstof wat er ook bij zat, dat maken we weer vast aan een ander stofje, wat we uitademen, CO2. En normaal doen de bomen en de algen, die halen dat uit de lucht en maken zuurstof. Maar wij binden dat aan elkaar, die waterstof en die uitgeademde CO2, die kooldioxide, en dan heb je weer water. En dat heet recyclen, wil zoveel mogelijk terugwinnen. Dus we hoeven niet zoveel naar boven te brengen. Er gaat wel wat verloren. Een deel van het spul gaat verloren. Methaan heet dat dan, en daar kunnen we niks mee. Dus je moet af en toe wel wat dingen naar boven brengen. Dus er komen nieuwe ruimteschepen. Vrachtschepen, die komen op bezoek. En er zitten allerlei spullen in. Dingen die we nodig hebben. Natuurlijk eten, schone kleren. Want we wassen onze kleren niet, want dat kost heel veel water. Dus kleren, die gebruik je tot je ze niet meer kan gebruiken. Maar je wordt eigenlijk ook niet vies in de ruimte, hè? Want er is geen modder, er is geen gras, er is geen olie. En de kleren die plakken niet op je lichaam, want ze hangen, ze zweven een beetje om je heen. Dus je wordt eigenlijk niet vies in de ruimte. Ik had maar 2 broeken voor een half jaar. En het was alleen om van kleur te wisselen. 1 blauwe, 1 groene. Maar ze werden verder niet vies. Wat je verwisselt is ondergoed en sportkleding. Hoewel dat ook speciale sportkleding met zilveren draden erin, zodat het niet zo ruikt en zo. Dus met die ruimteschepen komen dus af en toe nieuwe kleren, nieuwe computers en de tekeningen van mijn kinderen, die zitten daar ook in zo'n vrachtschip. Yes. En dus ook tanks met af en toe water of extra gas enzovoort, voor de zuurstof. We hebben tanks met zuurstof, we halen het dus uit water en we hebben nog speciale zuurstofkaarsen. Dus als er een ruimteschip op bezoek komt met heel veel mensen erin, dan heb je wat extra zuurstof nodig. Nou, dan zetten we zo'n kaars aan. Het is een scheikundige reactie waarbij zuurstof vrijkomt. Het is een prachtig systeem om extra zuurstof een tijdje in het ruimtestation te hebben. Dus we brengen van alles mee, we willen zoveel mogelijk recyclen. Kan niet 100%, dus af en toe komt er een vrachtschip met spullen om het boven te brengen. Dat betekent ook dat je afval hebt. En dat kan zijn oude kleding, volle wc-potten, met poep erin, want dat kunnen we even zijn. Dat gaat dan in zo'n vrachtschip, maar ook kapotte spullen, verpakkingsmateriaal. En zo'n vrachtschip, zo'n ruimtevrachtschip, dat verbrandt op een gegeven moment. Dat haak je los en dan wrijft het tegen de lucht aan en dan verbrandt het helemaal. Dus zo raken we de afval kwijt. Zoals we eigenlijk ook onze eigen afval verbranden in verbrandingsovens, dat doen we het ook in de ruimte. Want je kan niet alles bewaren, want dan is het ruimtestation binnen no-time, korte tijd, is het helemaal vol. Nou, ik vond het leek mij een heel eenvoudige vraag, maar wat een antwoord. Dat gebeurt er ook daarboven. Ik ben trots. Mag ik nog een kleine vraag? Stel, iets gaat kapot, hoe lang duurt het dan voordat je zeg maar iets nieuws krijgt? Ja, we hebben heel veel, als iets stuk gaat, dan hebben we heel veel reserveonderdelen. We hebben heel veel spullen aan boord die hopelijk helemaal niet nodig zijn. Maar als iets stuk gaat, dan kan je het vervangen. Moet je wel weten waar het is. Dus alles moet je keurig opruimen. Als je iets verplaatst in het ruimtestation, dan moet je dat met zo'n barcode, met die zwarte streepjes, moet je eerst scannen.
zodat in de computer staat waar het is. Dat je het weer kan vinden als je het over 3 jaar nodig hebt. Dat is af en toe nodig. Dus als er iets stuk gaat, dan heb je een reserveonderdeel. Alles heeft eigenlijk reserve. Zelfs de bemanning heeft een reserve. Als de bemanning lanceert, zijn altijd in mijn geval 3 anderen, die zijn klaar. Dat als ik een been breek, kunnen zij dan eventueel instappen. Dus alles heeft reservesystemen. Als er echt iets weg is en stuk gaat, ja, dan moet je misschien wachten tot er iets naar boven gaat, als er echt niks meer is. Maar tegenwoordig hebben we ook een 3D-printer aan boord. Dus stel je bent een stuk gereedschap kwijt, of het is gebroken, of zo, dan hoef je het niet allemaal naar boven te brengen. Dan kan je programmeren, heel belangrijk. Programmeren. Dan moet je zo snel mogelijk leren als je jong bent, want ik ben alweer te oud om dat te doen. Maar dan kan je gewoon iets uitprinten boven. Dan hoef je niet alles naar boven te brengen. Dus nieuwe technologie die we naar boven gebruiken, zodat niet alles naar boven hoeft. Dus veel reserveonderdelen en eventueel zelfs een 3D-print. Ja, dankjewel. De eerste winnaar, is een dubbele winnaar. Het zijn 2 broertjes. Alle 4, die vroeg zich af. Je hebt zo'n slang buiten. En dan repareren mensen, astronauten repareren. Heb jij wel eens aan zo'n slang gehangen? Ah, je bedoelt de robotarm. De Lodewijkarm heb ik net gehoord van Lodewijk, dat hij zo heet hier. Dus we hebben verschillende robots. Kijk, buiten het ruimtestation zitten ook allerlei spullen. Zonnepanelen, batterijen, pompmodules enzovoort. Dus allemaal spullen die voor experimenten. Nou is het buiten heel gevaarlijk, want er is geen lucht. Die kan geraakt worden door een stukje ruimtepuin wat er rond vliegt. Je kan niet zomaar naar buiten. En het liefst ga je helemaal niet, omdat het gevaarlijk is en heel veel tijd kost en zuurstof enzovoort. En dan gebruik je robotarmen voor. Ja, Lodewijk, daar had je mee geëxperimenteerd, zei hij net. We hebben al een stukje rondleiding. Juist, want die robotarm, daar zijn er verschillende van. Er is een Canadese robotarm. En die kan op de voorkant van het ruimtestation. En een soort wandelende takken zijn dat. Je hebt overal aangrijpspunten. En je hebt 2 handen. En dan loopt die als het ware zo van de ene plek naar de andere over het ruimtestation. En er zitten camera's op, dus je kan inspecties uitvoeren. Waar is het stuk? Of je kan ruimteschepen die aankomen vliegen, die kan je pakken en vastmaken aan het ruimtestation. Je kan spullen verplaatsen, de reparaties uitvoeren. Dat kan sowieso met die robotarm. En je kan zelfs astronauten ermee verplaatsen. Dus als die ergens moeten gaan werken, dan hoeven ze niet helemaal te klimmen over het ruimtestation. Dan zet je de astronaut vast op de robotarm en dan wordt die verplaatst. Ik heb dat ook gedaan, maar onder water. Want we oefenen onder water voor al die dingen. Alles wat je boventueel zou moeten doen, dat heb je al 10, 15 keer onder water geoefend. Onder water zweven lijkt heel erg op het zweven in gewichtsloosheid. Dus als je wil voelen hoe gewichtsloos is, moet je eigenlijk gewoon in het zwembad onder water even gaan hangen. Niet bewegen, want dan voel je het water, maar als je gewoon stil hangt, dan zweef je. Dus alle astronauten moeten ook leren duiken. Het staat ook mooi in het boek, omdat dat heel erg op lijkt. Dan zit je ook urenlang in je ruimtepak onder water. En dan moet je vertrouwen op je spullen. Dus dat kan je onder water oefenen. Nou, je hebt dus die Canadese robotarm. Je hebt een Japanse, maar die zit vast. Die kan alleen op het platform bij de Japanners werken. En sinds kort is er een Nederlandse robotarm. Of eigenlijk Europese, maar hij is in Nederland gebouwd. Een Nederlandse leiding. Die heb ik heel veel bij geoefend onder water. Want hij zou op mijn vlucht al komen, maar wordt vaak veel later. Hij is nu naar boven en hopelijk wordt hij binnenkort, kan hij in gebruik genomen worden. En kan er een astronaut mee verplaatst worden. Dus dat is heel interessant, want dan sta je op die arm. We hebben het dus onder water gedaan en dan geef je door, ik wil een beetje naar voren en naar rechts. En dan verplaatst hij op die arm naar een plek waar je zijn moet. Dus dat is erg mooi. Robots worden steeds belangrijker, hè? Robotica. Overal zie je robots. En die kunnen vervelende taken overnemen van ons, saaie taken of gevaarlijke taken. Dan kan je beter een robot laten doen. Dus een mooie aanwinst. Ik ga wel verder, hoor. Ja, tuurlijk. Want iedereen wil natuurlijk weten wie het boek heeft gewonnen. En, ja. Marijn, het is het broertje, dus die krijgen samen 1 boek. Die wil weten, en het is een hele leuke vraag. Heel veel mensen zeggen dat de wereld plat is. Vragen ze dat ook mensen dat ook wel eens aan jou? Of beweren ze dat? Dan gaan ze dan met jou in discussie. Ja. En wat vind je daar dan van? Ja, nou ja, kijk. Er zijn inderdaad mensen die zeggen dat de aarde plat is. Maar dan denk ik van,
alles wil een bol vormen. Hè. Als ik een vloeistof heb in gewichtsloosheid, wat zweeft, hè, dus dat kan je ook in een vliegtuig doen, hoef je niet eens voor de ruimte in, dan gaat het een bol vormen. Waarom? Omdat de bol is de ideale vorm. Alles wil een bol vormen, omdat het overal dezelfde krachten heeft. Ja, dan heb je evenwicht. En dat, de natuur zoekt evenwicht, dus dan heb je een bol. Daarom zijn sterren, planeten, manen, de aarde, is allemaal bollen. Want als je het plat zou hebben, als dit, dan heb je hier veel meer materiaal dan hier. En dan gaat het naar elkaar toe. En dan krijg je uiteindelijk een bol. Dus als het maar groot genoeg is, wordt iets een bol. Dat wil je wel. Maar je kan het ook zelf ervaren. Je kan het op een hele heldere dag, als je naar de horizon kijkt en ervaart een schip, op een gegeven moment zie je alleen nog maar de bovenkant. Omdat die langzaam naar beneden gaat. Dat is één ding. Je ziet in de winter, de ene kant van de aarde, heb je hele andere sterrenbeelden. Naar de andere kant van de aarde, wintersterrenbeelden, zomersterrenbeelden. Maar ook dat het aan de ene kant van de aarde donker is en de andere licht. Hoe kan dat? Waarom heb je in Japan is het donker terwijl terwijl bij ons licht is bijvoorbeeld? Nou, dat is al iets raars, weet je. Dan als je naar een land gaat als Australië, zie je hele andere sterren. Dat zou raar zijn, want als het plat is, dan heb je overal dezelfde sterren. Kan je niet zien. Je kan de schaduw van de aarde zien bij een maansverduistering. En dat is een kromme lijn. Nou, zo zijn een heleboel dingen die je zelf kan uitvinden. Het is ooit bedacht al, duizenden jaren geleden, door een Griekse meneer, Eratosthenes. En die ontdekte dat in het zuiden van Egypte, als er een stok in de grond stond, was geen schaduw. En op dezelfde tijd, in het noorden van Egypte, was er wel schaduw. En hij dacht, dat is raar. En toen dacht hij, nou, dan is hij gaan, dan wisten de afstand, hebben ze gelopen. En dan heeft hij uitgerekend dat als de aarde een bol is, dan krijg je dat. En hij, zonder alle moderne techniek, had hij al berekend, de aarde is een bol van 40.000 kilometer omtrek. Dus dat heeft hij gewoon met simpele dingetjes, had hij toen al gezien. Man van mijn hart, hij geeft zelfs geschiedenis les. In de Stasteres, nee. Ja. Tenminste een hoop hoor, bij oude Grieken ook. Ja. Heel erg. Ja, jij kunt volgens mij uren praten. Je kunt het naar neer en oh, maar het is zo leuk. Juf Anneloes moet ik zeggen, die heeft met haar groep 8 heeft ze gepraat en toen hebben ze een vraag uitgekozen. En als ik het niet goed zeg, hij snapte de vraag beter nog dan ik. De aarde heeft last van opwarming, terwijl in de ruimte het heel koud is. Kunnen we daar niet iets mee? Dus hun kou bij onze opwarming. Ik heb al een beetje het antwoord gekregen van mijn zoon. Maar voor de kinderen nog een keer. Ja, het probleem met de opwarming heeft natuurlijk te maken met onze atmosfeer. In de ruimte kan het superkoud zijn. Het allerkoudste min 273 graden. Kan je niet eens bij voorstellen, want het is superkoud. En de aarde straalt die warmte ook uit. Wij krijgen onze warmte natuurlijk van onze ster, van de zon. En gelukkig, want anders zou het heel vervelend worden. En die atmosfeer die helpt ons juist om ook 's nachts warmte te hebben. Als je op een planeet als Mercurius of de maan, daar is geen lucht, geen atmosfeer. Dus als de zon erop schijnt is het heel heet op de grond, er is geen lucht. Maar in de nacht is het meteen weer weg. Dan ben je al je hitte kwijt. Ja? Dus dan straal je het uit. En dat zie je ook op aarde als er een heldere nacht is. Dan heb je dan misschien een warme zomerdag, maar als het heel helder is, dan kan het snel heel snel afkoelen. In woestijnen bijvoorbeeld is het heel koud 's nachts. Ja. Er zijn mensen dan ga je zo'n beetje onder het zand liggen om een beetje warm te blijven. En dus die dampkring speelt een heel belangrijke rol om juist de warmte vast te houden. Want anders zou het heel snel afkoelen. Alleen, we hebben het probleem dat het iets te heet aan het worden is op die planeet. Ja. Want er komt een stofje in de atmosfeer, de kooldioxide, CO2, wat wij uitademen, wat uit auto's komt en fabrieken enzovoort. En die houdt meer warmte vast dan we zouden willen. Op een planeet als Venus, daar is het heel erg. Daar is de hele atmosfeer bestaat uit CO2. Oh. Een hele dikke laag kooldioxide. De Venus is het zusje van de aarde, net zo groot, dichterbij, nog dichterbij dan Mars en zo. Maar het is daar helemaal aangenaam, het is dichter bij de zon, maar het is zelfs heter dan Mercurius, dat is nog dichter bij de zon. Waarom? Omdat die CO2 alle warmte vasthoudt.
Het is daar 500 graden Celsius. Oh. Een super broeikaseffect, zeg maar. Dus wij, die atmosfeer hebben we nodig om een beetje op temperatuur te blijven. Maar als er veel van die CO2 of, en ook andere stofjes in zitten, dan wordt het zoveel warmte vastgehouden dat we er een probleem mee krijgen. Dan gaat het ijs smelten bijvoorbeeld. Dingen worden droog, je krijgt meer bosbranden. Meer warmte in de oceanen, dat vinden koralen niet lekker. Dan gaan we weer stormen. Nou, een heleboel factoren die daar een rol spelen. Dus we willen wel een atmosfeer. Anders wordt het heel koud s'nachts. Ja, ja, ja. Maar met iets minder CO2. En we kunnen die ruimte dus eigenlijk daar niet voor gebruiken. Want ja, dat zou zoveel. Als we alles zouden weggeven, dan zou het veel te koud worden hier. Dus we willen het juist. Vragen stellen, de kinderen. Hele leuke vraag. Ja, heel erg leuk. Dus ja, deze groep 8 die krijgt verdiend het boek. En als jij het zou willen signeren. Zeker. Juf leuk. Anja. Die, volgens mij zit de Vlaamse juf, die heeft ook met de klas besproken. En die vraagt zich af, want ze hadden jouw cv gelezen. Even kijken of het wel allemaal goed kwam, hè? Met, ja. Wat vind je het leukste beroep? Astronaut, arts of schrijver? Oh, dat is een leuke. Dat is een hele leuke. En het antwoord is eigenlijk simpel. Alle drie tegelijk. Alle drie, dan ben ik alle drie tegelijk. Maar dat is wel interessant, ook voor de kinderen zelf. Dat je kan allerlei kanten nog op. Hè? Wat je moet doen... Als je iets leuk vindt, als je een passie hebt voor iets, van dat wil ik graag, daar ben je waarschijnlijk al goed in, dan moet je daarvoor gaan. Als je een bepaald beroep wil hebben, ga daarvoor. Zeg nooit tegen jezelf dat je iets niet kan. En ga het in ieder geval proberen. En daarna kan je ook nog een keer toch weer andere dingen gaan doen. Ik ben begonnen toen ik kind was, toen wilde ik journalist worden. Brandweerman wilde ik worden. Tot ik science fiction boekjes kreeg van mijn oma. Nou, toen vond ik ruimtevaart fantastisch. Maar dat bestond helemaal nog niet toen. En in die boekjes die ik daar las, waren ook spannende avonturen op andere planeten waar leven werd gemaakt en zo. Dus ik raakte ook geïnteresseerd, hoe zit leven in elkaar? Hoe weet een spiercel dat hij een spier moet worden? Of een oogcel, hoe werkt dat allemaal? Door diezelfde boekjes ben ik eerst dokter geworden. Want ik wilde weten hoe het lichaam werkt. En toen ben ik het gaan combineren. Dus ik ben begonnen. Zeg maar als dokter, als arts. Toen ben ik astronaut geworden. Maar ik vind het ook heel leuk om de verhalen te vertellen. Dus op een gegeven moment ben ik schrijver geworden. Ik heb het theater om het verhaal te vertellen. Dus je kan allerlei verschillende kanten op. Je hoeft jezelf niet helemaal vast te sluiten. Alleen dit. Je kan allerlei leuke dingen doen. Dus ga iets doen wat je leuk vindt. Dan ben je er ook goed in. Als het niet lukt, ga je iets anders doen. Ga je weer de volgende stap. Vooral gaan, hè? Nooit zeggen dat je het niet kan. Ah, hartstikke bedankt. Ja, we hadden nog veel meer leuke vragen. Ja, nou, er staat hier heel veel in. Ja, ja, maar eentje die vroeg bijvoorbeeld, ik wil graag met mijn oma, maar wij eten altijd lasagne samen. Kun je wel lasagne eten, anders hoef ik geen astronaut te worden. Nou, dat eten in de ruimte is heel leuk. En heel lastig. Moet je voorstellen... Sorry, maar dat is geen boekvraag. Is geen boekvraag. Geen vraag waar ze een boek mee winnen. Ik kan het wel even beantwoorden. Ja, ja. Want alles zweeft, omdat je bent altijd, een ruimteschip ben je altijd aan het vallen. Je valt naar de aarde toe, maar je gaat zo hard vooruit dat je steeds achter de horizon valt. En als je valt, dan zweeft alles, want alles valt met dezelfde snelheid. Dus je moet je voorstellen als je een beschuitje met hagelslag wil eten. Nou, dat zou een wat van kruimeltjes geven die alle kanten op gaan. Dus het eten moet allemaal een beetje plakkerig zijn. Dus het ziet er een beetje uit als kattenvoer, het eten. Maar je kan, als het maar een beetje plakkerig is, kan je het eten. Warm maken. We hebben geen vuur aan boord. Dat is ook veel te gevaarlijk. Hè? Dus we maken het warm tussen metalen platen, blikjes of zakjes. En daar kan ook dingen als pasta, dan is dit een lasagne. Dat kan, dat plakt een beetje. Oké, okay, maar oma kan dus mee ja, eruit. Ja, ik kan mee eruit. Dan knip je het open en dan lepel je dat er zo uit. En kan je ook in een prinsessenjurk naar boven? Dat was ook nog een leuke vraag. Ja, op zich kan het wel. Het is misschien een beetje lastig met zweven, want die jurk gaat ook zweven. Hè? En de allerlaatste, en dan houden we echt op, want er komt alweer een... We willen ook nog rondkijken natuurlijk, want het is hier prachtig. De commerciële vaart, de luchtvaart, wat vind je daarvan? Ja, dat is een beetje zoals met de scheepvaart en de luchtvaart. Vroeger was het iets om te testen en dat ging af en toe mis. En toen de militairen gebruikten het en dan volgens van vrachtvervoer. En op een gegeven moment gaan er ook mensen op de boot. En dan gaan mensen in het vliegtuig die... Gewoon als toerist enzovoort.
Dus op zich is dat een normale ontwikkeling. We moeten wel heel goed zorgen, en dat geldt voor vliegen ook een beetje, van is het niet te vervuilend? Hè? Want is het voor het plezier van een paar, moeten we niet bijvoorbeeld de ozonlaag gaan stuk maken of zo. Dus we moeten, kijk, alle ruimtevaart die we nu doen, wat we hier doen op ESTEC, dat is allemaal voor het nut van iedereen. Dat zijn ruimtetelescopen om het heelal te onderzoeken, de aarde in de gaten houden, te navigeren in je auto of een mobieltje, het weerbericht, televisiereportages, dat is voor iedereen nuttig. Maar toerisme is alleen maar voor degene die daar heel veel geld voor in wil betalen en die dan met de raket gaat. Dus op zich oké, maar moet wel zorgen dat het niet te vervuilend is. En je wil niet dat de rest van de wereld last heeft van het plezier van een paar mensen. Maar als het schoon kan, dan is het misschien wel interessant, want dan kan iedereen zien hoe mooi die planeet is en hoe zuinig we erop moeten zijn. Dus in de toekomst, nou, het zou heel goed kunnen dat er nu kinderen kijken die straks de ruimte ingaan. Dat zou zomaar kunnen. Wat een geweldig verhaal. Ik ben echt helemaal onder de indruk. Ik vond je boek al prachtig. Ja, natuurlijk omdat ook Danielle zo mooi heeft meegewerkt. Ja, het is echt heel mooi. Maar de informatie, de foto's, alles is mooi. Het is heel erg gedaan. Ik hoop dat je het voor de winnaars nog buiten beeld wilt zien. Zeker, ja hoor. Geen probleem. Heel erg bedankt dat je in ons Facebook groepje eventjes zoveel mensen gelukkig maakt. Want ja, die kinderen. Ja, ik verslond die boeken ook vroeger. Oh, dus, leuk om er nu zelf een te maken. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Tot ziens. Al gefeliciteerd, winnaars.